Ja, ik zat destijds gewoon echt heel erg in een soort web gevangen voor mijn gevoel. Ze wisten altijd waar ik was, met wie ik was. Op het moment dat je eruit wilde stappen, lukte het niet. Dus je was continu bang. Nou, en toen werd ik gewoon heel erg snel depressief en somber. En dat ik gewoon echt heel suïcidaal werd. Er kwam een eetstoornis bij kijken. Ik kreeg zelfbeschadigend gedrag. Ik had een enorme haat naar mijn lichaam. Ik heb online seksueel misbruik meegemaakt vanaf mijn 10e ongeveer. En op het moment dat je hulp wilde vragen, dan kon dat gewoon niet. Er was gewoon geen optie. We zetten ons bij het Fonds Slachtofferhulp al vele jaren in voor slachtoffers van seksueel geweld. Gaandeweg zagen we dat ook steeds vaker het online leven daar om de hoek kwam kijken. Daar moeten we ons op aanpassen. En hoe gaan we dat doen? Ik denk dat ik het hele woord misbruik of online misbruik gewoon niet kende. En pas op latere leeftijd kwam ik er echt achter, eigenlijk pas in therapie, ja, dat dat echt wel onder misbruik viel. Langzaam maar zeker, door steeds meer dingen op te schrijven, wat voor mezelf heel erg hielp, ja, wist ik dat uiteindelijk steeds meer dingen naar voren kwamen weer vanuit het online misbruik. Maar hield ik dat destijds eerst in het begin nog steeds voor mezelf? Want de schaamte en schuldgevoelens was het eerste wat weer omhoog kwam. Degene die hier bij ons over komen praten over deze problematiek, daar zie je eigenlijk altijd die schaamte en die schuldgevoel, dat komt als eerste naar boven. En dat is iets wat heel erg, ja, diep naar binnen gaat en het nog moeilijker maakt om hierover te hebben. Want ik weet gewoon hoeveel het kapot kan maken als je er niet over praat. Het feit dat steeds meer jongeren dit meemaken, maar die komen niet terecht bij de hulpverlening die er nu is. Dan ga je denken, welke manieren kunnen we vinden om daar een brug te slaan? Online storytelling is een heel krachtig middel om een boodschap over te brengen. Wij weten heel goed wat werkt online. Dus we weten dat mensen heel erg houden van ontdekken. Voor dit project hebben we geleerd dat we de echte verhalen van jongeren moeten laten zien, moeten laten horen. Qua techniek hebben we bij Hack the Planet hebben we dat ontwikkeld. Vanuit Moro en vanuit Jonas zie je ook echt die illustratie en het artistieke. Ja, dus toen we aan de gang gingen ook, dan merk je dat hoe belangrijk het is dat je wordt gevoed met inhoud. Dus content vanuit Fonds Slachtofferhulp. Dus de verhalen, de kennis, maar ook hoe kan je nou zoiets overbrengen? Hoe kan je zoiets vertellen? Dat is allemaal in samenwerking met Fonds Slachtofferhulp gegaan. Dat is ook super belangrijk om een rond geheel te kunnen maken uiteindelijk. Het mooie aan deze samenwerking is dat alle mensen die hierbij betrokken waren, iedereen werd gegrepen door het onderwerp. Met dit platform willen we bereiken dat jongeren die hulp nodig hebben, ook echt bij goede hulpverlening terechtkomen. Uiteindelijk wil je dat we iets in beweging brengen. En daar kan dit platform ook zeker aan bijdragen. Ik denk dat het platform een ontzettend belangrijke bijdrage levert om de drempels om erover te praten gewoon heel laag te maken. Degene die moed hebben om hun verhaal te delen, ja, dat zijn echt de helden. Daar leren wij van. Hoe dan ook, als je denkt dit klopt niet wat er gebeurt online, dat je gewoon erover mag praten en dat je hulp mag zoeken. Je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Het resultaat van dit project kan je vinden op wtfff.nl.